Tadaa! Het Binnenhof in Den Haag, waar onze regering en minister-president zitten. En hier ontstond 450 jaar geleden het Nederland als onafhankelijk land zoals we het nu kennen. En deze man die uitkijkt op het Binnenhof speelt daarin een hoofdrol. Mag ik je voorstellen aan de grote staatsman Johan van Oldenbarneveld. En dat doet hij samen met de verre voorvaderen van onze koning Willem-Alexander. Prins Willem van Oranje en zijn zoon prins Maurits van Oranje. Maar het loopt helaas gruwelijk af voor van Oldenbarneveld. De man die zoveel heeft betekend voor ons land. Wat gebeurde er? We gaan terug naar het jaar 1572. Nederland is in die tijd nog geen zelfstandig land zoals nu. Het bestaat uit verschillende provincies. Eigenlijk kleine landjes zoals Noord-Holland, Utrecht, Gelderland. Allemaal onderdeel van een groot rijk waarvan de Spaanse koning Philips II de baas is. Maar de streng katholieke Philips is keihard tegen mensen met een ander geloof, de protestanten. Ook in Nederland worden ze vervolgd en vaak gedood. De provincies en protestanten komen daartegen in opstand en prins Willem van Oranje wordt hun leider. Dit is het begin van een lange, heftige strijd tegen de Spanjaarden, de 80-jarige oorlog. En in die gevaarlijke tijd komt Willem hier in Delft te wonen. In de Prinsenhof. Willem woont hier met zijn vrouw en later met zijn dochter en twee zoons. En zoon Maurits, die dus later een belangrijke rol gaat spelen. Johan van Oldenbarneveld die werkte in die tijd als advocaat bij het Hof van Holland onder leiding van de Spaanse koning. Maar dan maakt hij de beslissing van zijn leven. Hij sluit zich aan bij de opstandelingen en Willem van Oranje. Johan is een hele slimme man en hij wordt een belangrijke adviseur van Willem. Hij komt vaak naar het Prinsenhof om in deze werkkamer met Willem te overleggen hoe ze de Spanjaarden het beste kunnen verslaan. Op een gegeven moment besluiten de opstandige provincies Philip II af te zetten als hun koning en baas. Een superbelangrijk moment, want deze akte van verlatingen is eigenlijk de geboorte van Nederland als onafhankelijk land. Mede dankzij Johan van Oldenbarneveld dus. Koning Philips II is razend en hij pikt het niet. Nu wordt het echt oorlog. En hij zegt wie Willem van Oranje vermoordt, krijgt een grote beloning. Willem is zijn leven niet meer zeker. En dan gebeurt waar iedereen bang voor is. Hij wordt in zijn eigen huis op deze trap door de katholiek Balthasar Gerards doodgeschoten. De kogelgaten zitten nog in de muur. Het is 10 juli 1584 en de dood van Willem van Oranje is een enorme schok voor de opstandelingen en ook voor Johan van Oldenbarneveld. Zijn grote held is dood. Maar Johan is vastberaden. Hij zal de Spanjaarden verslaan en Nederland een vrij en een machtig land maken. Willem van Oranje is dood. De oorlog tegen de Spanjaarden is in volle gang. En er is nog geen geschikte opvolger die koning kan worden. De situatie lijkt hopeloos. Maar dan besluiten de 7 provincies zichzelf te gaan regeren zonder koning. En ze noemen zichzelf de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. En dat is heel ongewoon, want in die tijd heeft bijna elk land in Europa een koning. Maar in de Nederlanden besluiten de provincies samen te werken en ze sturen vertegenwoordigers naar Den Haag die de regering vormen. De Staten-Generaal. En Johan van Oldenbarneveld wordt hun leider. Want hij is de belangrijkste politicus van de rijkste provincie Holland. En nu wordt Johan een heel machtig man. Je kunt hem vergelijken met minister-president. En hij zorgt ervoor dat de zoon van Willem van Oranje, prins Maurits van Oranje, die pas 18 jaar is, stadhouder wordt en baas van het leger. En dus ook heel machtig. Johan komt iedere dag naar zijn werk en loopt over deze trap. Om te vergaderen met de vertegenwoordigers van andere provincies en om beslissingen te nemen over belangrijke staatszaken. Maar de Republiek heeft het heel erg moeilijk in het begin. Nederland is arm en vele andere landen erkennen Nederland nog niet als onafhankelijk land. En het is nog steeds een dik oorlog.
Johan staat dus voor een enorme klus. Maar hij is een briljant politicus, kan heel goed onderhandelen en hij durft ook risico's te nemen. Hij sluit allerlei overeenkomsten waardoor de republiek sterker wordt en zorgt ervoor dat er belastingen worden geheven in de provincies, waardoor hij geld binnenkrijgt voor de strijd tegen Spanje. Hier een brief van Johan aan de Staten van Holland. Met zijn handtekening. Maar Johan, dit is echt niet te lezen. Hallo, dit is een dikke onvoldoende. Johan richt ook met anderen een grote handelsvereniging op, de VOC. Die stuurt schepen naar Indonesië om kostbare specerijen te halen, zoals peper en nootmuskaat, en die met veel winst te verkopen. Hij pakt daarmee de handel van de Spanjaarden af en de republiek verdient er veel geld mee en wordt steeds machtiger. Mede dankzij Johan van Oldenbarneveld wordt de republiek erkend als onafhankelijk land door andere landen. Ook de samenwerking met prins Maurits loopt gesmeerd, want hij blijkt een hele goede legerleider. Maurits woont ook op het Binnenhof. Daar, in die toren. Pal naast de werkplek van Johan en de regering. Maar veel thuis is hij niet. Hij is vaak op pad met zijn leger en verovert grote gebieden op de Spanjaarden. Het gaat de republiek voor de wind, onder leiding van de prins en van Oldenbarneveld. Maar dan krijgen ze ruzie. Het is het jaar 1600 en het gaat heel goed met de Nederlandse Republiek. De politicus Johan van Oldenbarneveld en prins Maurits van Oranje blijken een gouden duo te zijn. Maar langzamerhand krijgen ze steeds meer ruzie over wat nou beter is voor het land. Johan wil een wapenstilstand met de Spanjaarden, want oorlog is slecht voor handel. Maurits wil doorvechten tegen de Spanjaarden om ze te verslaan, maar ook omdat hij anders als legerleider minder belangrijk wordt. Van Oldenbarneveld krijgt zijn zin en de wapenstilstand wordt gesloten. Maar dan? Dan barst de strijd echt los. Ze krijgen ook nog eens ruzie over het geloof. En in die tijd is het geloof ontzettend belangrijk. Ik ben de baas. Nee, ik ben de baas. Ik ben de baas. Ik ben de baas. Uiteindelijk wint Maurits. En in augustus 1618 laat hij van Oldenbarneveld hier arresteren voor het allerergste, landverraad. Hij zegt dat Johan een gevaar is voor het land. En Johan wordt naar deze toren gebracht en wordt maandenlang gevangen gezet in die grote kamer. Hij is wanhopig en schrijft nog een brief aan Maurits dat hij geen landverrader is en dat hij hem vrij moet laten. Maar Maurits is keihard. En op 13 mei 1619 wordt van Oldenbarneveld naar het schavot geleid dat hier speciaal is gebouwd. Terwijl de beul klaar staat met zijn zwaard, zegt hij nog tegen het grote publiek dat staat te kijken: mannen, geloof niet dat ik een landverrader ben. Maar het is te laat. En er wordt gezegd dat Maurits hier vanuit zijn raam toekijkt hoe zijn oude leermeester, de grote staatsman Johan van Oldenbarneveld, wordt onthoofd. Gruwelijk, maar echt gebeurd, hier op het Binnenhof. Echt lang kan Maurits niet genieten van zijn overwinning, want 6 jaar later sterft hij ook. Maar het zal nog heel lang duren voordat Johan van Oldenbarneveld eerherstel krijgt. Want pas 300 jaar na je dood krijg je een standbeeld. Jonge Johan, terwijl je zoveel hebt betekend voor ons land. Respect man, box. Hier, een heldenbeker voor jou. Staatsvader van Nederland. Bedankt. Johan, bedankt. Johan, bedankt. Johan, 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 bedankt.